Zo, lopen we door de gangen naar de kleedkamers. We kunnen even kijken. Oh, hier loopt Jaap Spijkers. Wat is dat? Jaap Spijkers speelt Agamemnon. Nu ook, ja. Nee, nu kan hij filmen op het toiletje, maar dat je het weet. Oei, ja, dat is misschien niet helemaal het shot. Ja. Het voorstellingsrondje gaat gewoon door. Aan de Griekse zuil zit de prutsen Mark Zwanen. Opnameleider. Chris Thijs, daar. Ga hier even naar heel apart volk. Quinten Mordijk en Gregory Iets. Het zijn onze muzikanten. Wil je zwaaien naar de camera of naar de mensen? Als iemand iets, mag ook iets zeggen. Servé zingt. Wees daar slecht voorbereid. Servé zingt. Ja. Wij proberen dat dan te overstemmen. Nou, dat je dat niet meer moet horen. Lijkt mij niet lastig. Maar wel klappen, want anders is dat wel ja, is dat zielig? Is dat zielig voor hem? Altijd klappen als hij dat vraagt. En wat is het voor iemand? Servé Hermans. Ah, dat is iemand dat achter de camera die staat, dus we kunnen niet echt eerlijk zijn. Oké. Okay. Oké, okay, nou ik vraag het jullie straks nog eens. Ja, goed. Bedankt, hè? Nog eens naar de vrouwenkleedkamer om iedereen verhoor te stellen. Dit is Chris Thijs, die speelt Clytemnestra. Clytie. Clytie. Voor de vrienden. Ah ja, nu is het decent, hè? Ja. Daar is ze, hè? Elektra. Dat is mijn zus, hè? Dat is Elektra zelf. Ja, broertie. In vol ornaat. Prachtig ensemble aan optie. Spijkerbroek, gele riem en een rood topje. Oh, ja, mooi. Nou, dat is mijn sussie. Dat is mijn sussie. Dat is Anne-Chris Schulting. Jezus. Ja, ik maak filmpjes met een voice-over met een licht ironische overtoon.